Wij gaan naar Antwerpen de komende 3 dagen. Hoeveel vlogs het worden, weet ik nog niet. Maar ik denk dat we wel een hoop leuke dingen gaan doen. 3 vlogs? 3. Elke dag een vlog? Ja. Nou, je hoort het. Elke dag een vlog. We reizen met eerste klasse. Trouwens, de laatste keer dat we naar Antwerpen gingen, zeiden we dat we nooit meer met de trein gingen. En waar gaan we nu heen? Naar Antwerpen met de trein. Naar de auto is er. De auto is er namelijk nog niet. Wel de dag dat we besloten om een auto te kopen. We beginnen ook gelijk met de grote struggle. Waar gaan we eten? En Kilene wil niks opzoeken, dus ik moet dat weer doen. Wat verwacht je van de komende dagen? Gezelligheid. Lekker eten. Ik hoop dat het nog wel wat zonniger wordt. In de winter? Dat is waar. Nou ja, het kan best zonnig zijn toch in de winter? Eerlijk. Eerlijk, ja. Hoezo geef je alleen maar anekdotisch antwoord? Het leven is... Gaan we eten? Foodie? Ik weet niet wat het was. Ja, ik weet er ongeveer waar we heen moeten lopen dan, maar niet helemaal per se exact. Dat is trouwens al iets was getipt door kijkers, want alle tips die ik erin heb zitten, was deze zat er ook bij. Bacon. Bacon? Bacon. Heb je nog leuke herinneringen aan, hè? Ja, dat was geweldig dit. Ah, schat, ik vind het echt verschrikkelijk. Sorry. Ik vind het ja, dat was leuk. Wil je er weer in? Nee, niet in mijn eentje. We hadden trouwens net wel weer even dat we dachten, oh ja, we zijn in Antwerpen, we zijn eindelijk eens niet de kleinste. Nederlanders zijn zo groot, als je vergelijkt met hoe groot wij zijn. Als je hier lang iemand ziet lopen, dan weet je zeker 9 van 10 keer is het een Nederlander. Wat een moeilijk kiezen. Nee, ik denk wel voor de pancakes. Je gaat voor de pancakes? Bacon en egg. Oké. En jij? Ja, ik denk dat we voor de of de winter pancakes gaan of speculaas. We hebben ook pink cloud. Pink pancakes met wit chocola. Ik ben toch voor de appelkaneel gegaan. Ja? Appelkaneel? Ja, de winter. Ja, dat is appelkaneel. Ja, heel benieuwd naar deze. Zo, die steks zijn lekker, zeg. Ja? Ja. Lekkere appel. Lekker. Ja, lekker. Even hem even gooien. Dan kan je het dus opdoen. Deze pancakes zijn dus gemaakt met, hoe noem je dat ook weer? Pompoen erin. Dat geeft toch een aparte smaak eraan. Heel lekker. Ja. Aanradertje. Niet te zoet. Vond die van jou wel iets compacter, moet ik eerlijk zeggen, dan in vergelijking met die van mij. Ja. Ik zou dit 4,5 donut geven. Ik vind het lekker. Zeker. Ja, toch? Ben ik het mee eens. Nu gaan we even richting het hotel. Maar we hebben dus nog nooit met het openbaar vervoer gereisd in Antwerpen. We hebben nu 10 tickets gekocht. Heel benieuwd hoe dat werkt. Je kan je activeren en dan kan je als het goed is met de metro reizen. En het duurt iets van 15 minuten volgens mij met de metro waar we heen gaan. Ik snap nooit zo goed waarom mensen altijd bij elkaar blijven staan. Omdat waar de groep is waar het gebeurt. Hè? Kijk, zoals je kan zien, we hebben nu een uur een rit. We kunnen een uur een rit naar maken. Ja, ze hebben hier een QR-code blijkbaar. En die kan je scannen. Voor controle, denk ik. Ik snap nu waarom mensen allemaal daar gingen staan bij elkaar. Dat is waar je letterlijk instapt voor de metro. Ik ben heel benieuwd naar het hotel. Het is namelijk getipt door een kijker. Die zei dat je daar hele lekkere bloemkoolwings kon eten. Dat was lekkerder dan bij de Bistro Boys. Dat had ze ook gegeten. Oh, nee, dat lijkt me niet. Waar ik er net achter kwam is dat er dus een 3-daagse ticket is voor 15 euro. Dus we zijn duurder uit. We zijn opgelicht. Maar dat stond dus niet op de website. Maar goed, hè? Kan ook zijn met mijn dyslexie dat ik er gewoon overheen gelezen heb. Dat maakt het niet uit. Nee, liever geld uitgeven dan dat je het in je portemonnee laat zitten, toch? Ja. Maar het zag er wel mooi uit, het hotel vanaf de buitenkant, hè? Ja. Nou, dat is een mooi hotel, toch? Een mooi hotel. Ja? Ja. We hebben best wel grote ruimte ook, volgens mij. Oh, wauw. Het is groot. We liggen op een platform en we hebben een bank. Oh, wow. Zo lekker clean. Heerlijk dit.
Ja, het was een deal ook trouwens, die waar ik hem voor had. Niet deze dag, maar de andere dagen wel. Vaatwasser, die hebben we thuis niet eens. Nou, deze keuken lijkt ook net iets luxer dan die thuis. Lijkt net iets luxer, is net iets luxer. Ja. Nou, lekker. Nice, je kunt wel relaxen hoor. Ja. Hotelkamer. Ja, ik moet zeggen, op het plaatje zag het er eigenlijk... Nou, het zag er ook mooi uit, maar ik vind het echt mooier nog. Ik heb eigenlijk helemaal niet verteld waarom we naar België zijn gegaan of naar Antwerpen. Dat is wel een reden. Ik ga een lezing geven, of een soort van lezing geven, over het spel wat we hebben gemaakt. En hoe dat toepasbaar is in de klas. En ik ga dus voor allemaal docenten praten. Dat is hier dichtbij, bij dit hotel. We kwamen er net achter dat dit dus even groot is, of net ietsjes kleiner als ons eigen huis. Gaan we nog wat doen of blijven we de hele tijd in het hotelkamer? In het hotel. Nou, dan weten jullie het. Leuke vlog. Mocht je daar niet veel zin in hebben, dan zou ik naar de volgende doorklikken. Van wie krijg je nou weer berichten? Van Sophie? Sophie. Ja, Sophie wilde misschien ook nog even langskomen. Want die wilde nog wel even gewoon een keer naar Antwerpen. En ze had niemand om mee te gaan. Dus ze dacht van, ja, jullie zijn er. Misschien kan ik wel een keer langskomen. Toen wilde ze zelfs nog een hotel boeken, toch? Ja. Eén nachtje. Ze wilde eerst voor één dag komen. Maar dit is wel topper. Ik wou dat ons appartement nou makkelijker in te richten viel qua opbergruimte. Ja, want het is toch heel open, maar wel gewoon veel opbergruimte. Maar ja, wij hebben gewoon van die rare hoeken. Ik krijg trouwens wel vaker berichten van, ja, ook je geeft lezingen, kun je dat ook bij ons doen en dit en dat? Dat kan, dan kan je me gewoon voor mailen. Maar het kost wel geld. Krijg je gewoon namelijk voor betaald om dit te doen, wat logisch, want dit kost ook geld. Ik kon het van het geld wat ik daarvan verdiende, dit betalen. Ja, dat is eigenlijk uiteindelijk breaking even bijna inderdaad, want dit was eigenlijk duur. In totaal, omdat ik 3 dagen moest. En ik had eigenlijk maar 2 dagen rekening gehouden. En ik had een kortingsdeal. Er zaten wel leuke dingetjes buiten. Ik weet niet wat het allemaal was, maar het zag er wel leuk uit. Nee, dat kan niet, schat. Dat kan wel. Ja. Je hebt daar ook die bierbrouwerij, hè? Koning. Zit hier, ja, ik vind het echt leuk. En ook leuk waar je op uitkijkt. Het zijn huizen. Zijn dat huizen? Ja, denk het wel. Nee. Er wordt best wel vaak gevraagd aan ons hoe we dit doen, dit soort tripjes. Ook vanwege Guylaine, ook vanwege mij, met dat het nu niet zo lekker gaat met me. Of moet ik zeggen, het gaat de laatste tijd wel iets beter. We doen dit best wel vaak en uit de video's op mijn hoofdkanaal hou ik dit een beetje weg. Omdat het vaak meer gaat om een stad ontdekken en wat is er allemaal te doen, wat is er allemaal te eten en zo. Maar in principe, wat we vaak doen, is gewoon best wel even rustig aan, toch? Ik denk dat het allemaal neerkomt op een gezonde balans. Van leuke dingen doen en even terugtrekken. Dat is waar. Ja. En ik snap ook dat je denkt, een stedentrip is echt niet aan mij besteed. Want veel te druk, kan ik niet tegen, allemaal prikkels. Ja, jij kan er ook echt niet tegen. Nee. Ik draag orde op, ik slaap meer en ik rust in de middag uit en... Ik ben een enorme aansteller. Ik vind het wel spannend hoor, want de Overprikkeld Club collectie komt morgen uit. En dan zijn we er niet eens. We wilden het eerst nog een week uitstellen, maar ja, dan zit je weer zo kort op kerst. Ik denk, nee, doen we dat niet. Maar dan zijn we dus hier. Zo, ik heb het echt zo warm. Oh. Je hebt het echt heet. Ja. Ben je wel lekker, liefie? Ja. Nou, voor mij ben je gewoon niet zo goed, want jij bent helemaal koud. Nee, ik ben koud. Ja, maar het is hier letterlijk 23,5 graden. Nee, ik heb het echt niet, koud. Het is niet maar goed hoor. Ik word ook niet zo snel meer warm als ik buiten koud heb gehad. Ik dacht dus, we kunnen helemaal geen tv kijken in het bed. Oh, er staat hier ook een hele switch gedeelte voor Netflix en zo. Weet je wat ze dus hebben gedaan? Dit is toch ingenieus, dit is toch niet normaal? We kijken. En nu staat hij hier. Ik vind het echt zo slim bedacht. We gaan eventjes naar de supermarkt. Het regent dus buiten. Ze zijn heel blij, toch? Het regende, zei je toch? Ja, het valt. Maar het valt wel mee. Het is dat ik niet zo van bier hou. Maar ze hebben hier dus echt die brouwerij van Koning zitten. Dat is best wel leuk om te zien eigenlijk. Misschien hebben ze hier nogal kerstkoekjes. Zoals, ze hebben hier serieus kerstkoekjes. Ik wilde eigenlijk nog bij hun halen. Maar wacht, het is geen kerstkoekjes. Het is. Hij is volgeladen met allemaal dingen. In ieder geval ga ik de Parmezaanse kaaschips proberen, daar heb ik er zin in. Deze tas is dus volledig van biologisch katoen. Maar dit is dus wel echt een mooiere tas dan dat je van die goedkopere tasjes hebt. Het is helemaal mooi gestikt. Ja, ik ben geen goede salespersoon, maar dit is echt een fantastische tas. Ik hoop dat we hem nog hebben als je deze vlog ziet. Kijk, ik hoop het liefst natuurlijk niet dat hij er nog is. Maar ik hoop dat hij er nog is. Ik vind het jammer dat we niet vaker katoenen tasje doen, want dit is wel echt tof, toch? We gaan dus nog een video maken met...
kerstassortiment. En ik weet nog niet welke winkel. Ik denk dat Lidl en misschien een beetje Albert Heijn wordt. Een beetje een mix van de twee. Zijn toch de meest populaire supermarkten. Luchtig? Maar het is een beetje luchtig. Vies? Nou, een beetje saai. Oh, saai. Ja, niet per se vies, maar... meer sour cream of zo. Ja. Dit is zoveel meer sour cream dan Parmezaanse kaas. Hoeveel donuts? Zeg twee. Nou, duidelijk. Moet je nog een creme rocher even? Ja, ik wil het wel proberen. Oh, ik vind het een beetje goor dat, hoe dat eruit ziet. Ah. Ik denk dat het een berg pukkels. Waarom vind jij dit een berg pukkels eigenlijk? Zeg maar lekker. Ja, zeker. Ik vind het wel een beetje zoet. Echt heel goor vormgegeven. Maar wel lekker op zich. Vier donuts zou ik zeggen. Ik was in een spaatje. Heb je een spaatje? Ja, een spaatje heb ik wel zin in. Nou ja, een spaatje. Ik heb meer zin in een Saskia, schoon. Hier betaal je volgens mij trouwens niet voor de staatsschuld. Dacht ik in België. Kilena was een beetje bang waar we vanavond gaan eten, hier beneden. Want ze zag alleen maar champignon staan, zei ze. Waren het letterlijk maar drie gerechten met champignon. Ja, maar dat maakt al zoveel impact op als je dat op de kaart ziet staan. Ik heb hier een reservering voor vandaag om 6 uur voor 2 personen doorgegeven aan het hotel. Echt, alles mag voor mij virtueel. Ik hoef geen mensen meer, toch? Heerlijk. Nou, het moet wel veiliger, inderdaad. Nee, tuurlijk niet. Maar heb ik achter dat ChatGPT antwoord gegeven, dan zeg ik even dankjewel tegen hem. Kreeg ik allemaal berichten onder de video's. Ja, gebruik je niet ChatGPT voor de beschrijving? Ja. Weet je waarom? Ik moet daar zo lang over nadenken. Ik heb er geen zin in. En ik wil goede SEO-woorden erin hebben. Wie is die beschrijving nou? Wel, ik vind het wel grappig eigenlijk. Maar ik heb nog nooit een beschrijving van iemand anders gelezen, tenzij ik wilde weten of iets spon was of niet. Ja, precies. Hashtag spon. Hashtag ad. Hashtag... ik heb geld nodig. En neem dan is gewoon een sponsor kan aanschat. Kan ik dat later? Hè? Neem gewoon eens een sponsor aan. Van ja, dat moet ik echt doen. En dat ik opeens kom met mijn Astrid mesjes, scheermesjes. Zou je dat vinden? Nee. Zondag gesloten. Gesloten op dinsdag. De enige dag. Oké, nou, we hebben geen... We zitten wachten voor niks gehad. We hebben voor niks zitten wachten. Wat gaan we doen nu dan? Niet eten. Nou, dat is klote. Wat we willen weten. We kunnen ergens anders eten. Ja? Onze gedachten. Wat is dat met dinsdag altijd trouwens? Wat zei je? Dingen zijn gesloten op dinsdag. Ja. Begrijp jij dat? Waarom maak je het me zo moeilijk? Oh god. Mental breakdown. Ik zat ook te kijken, die zag er ook wel goed uit, maar dat is 10 minuten met de metro. McDonald's, nou, top. Ja, maar gaan we al. Helemaal bij de keizerlijn komen ze dan vandaan. Wij zijn zo slecht in voorbereiding van dit soort dingen. Ja, dat is echt zo. Ja, maar het is gewoon omdat wij gewoon hopen dat het zo is, weet je. Dat ze dinsdag opeens toch open gaan. Hum, schat. Hum. Die zijn niet open. Jawel. Niet even van de... falafel! Hebben ze hem weer? Ah, fucking love falafel. Hebben ze niet een of andere grote deal of zo? Waarom moet je altijd de beste deals ergens uithalen, schat? Dat is veel gek. Holy shit. Heerlijk. Frit. Frit. Nou, dit is hele lekkere, zoete aardappelfrit. Dit zijn dus die falafelballetjes die we vorige keer heel lekker vonden. Nu vind ik ze heel discutabel eruit zien. Dit is baba ganoush en dit is... hummus die zij zelf maken. En deze is echt silky smooth. Dat is echt fantastisch. 3 pita broodjes die ze ook nog eens zelf maken. Al moet ik zeggen, deze pita broodjes kan ik nu zelf ook maken. En jullie mogen in de comments raden hoe dit bij elkaar was. Nou. Hij is wel crispy of niet? Is hij goed? Mm-hmm. Ja? We zijn de hele tijd langslopen, dus dan is het ook wel heerlijk thuis. Mm-hmm. Ja, ik vind die ook lekker hoor. Mocht je benieuwd zijn hoe het er van binnen uitziet, moet je een andere video checken. Van binnen? Oh. Bij hun. Want we zijn hier denk ik de afgelopen... Volgens mij de eerste keer dat wij samen naar Antwerpen gingen, gingen we naar hun. Ja. En sinds die tijd zijn we elke keer geweest. Hummus is echt leven. Zo, echt. Het was lekker, hè, schat. Oh, helemaal vol gegeten. Helemaal vol gegeten, helemaal voldaan, jongens. We gaan de avond in. Met dit buikje. Volgevreten. En zien jullie morgen weer bij een nieuwe video. Yes. Morgen? Morgen. Dat weet ik eigenlijk niet.
weet niet wanneer ik hem plaats, maar er komen nog nieuwe video's dat we echt in Antwerpen zijn, want nu was het alleen de reis en het hotel, toch? Oké. Okay. Een soort van drieluik, toch? Een trilogie. Dit is echt 5 donuts. Hier houdt de video op. Over een paar dagen zijn we weer terug met onze eerste dag echt in Antwerpen.